We hebben vandaag ook in de studio Saskia Doppo van Prison Fellowship Suriname. Zij bereiden zich voor op hun 20-jarig bestaan. Vaarte welkom, mevrouw Doppo. Wel. Misschien is het goed als u vertelt, wat doet Prison Fellowship Suriname precies? Oké, heel kort samengevat. Prison Fellowship Suriname is een interkerkelijke organisatie waar wij door onze activiteiten en projecten zichtbaar willen maken dat verzoening en herstel nog steeds mogelijk is voor degenen die betrokken zijn geraakt door misdaad. Oké, hebben jullie dan ook regelmatig contact met deze mensen? Wat wordt er allemaal met ze gedaan? Ja, de afgelopen jaren hebben wij heel veel werk verricht binnen de inrichtingen. Daar komen wij namelijk wekelijks binnen om dan te werken met de gedetineerden. Met onze verschillende activiteiten die wij daar ontplooien. Misschien mooi als u een beetje meer vertelt daarover. Wat voor soort activiteiten, wat doen jullie allemaal met ze en hoe reageren ze daarop? In ieder geval vanuit de directie, leiding, we worden met een warm hart binnengehaald, ontvangen. Ja. Omdat ze zien de activiteiten die wij daar doen, de behoefte wordt bevredigd. Gelijk aangeven, wij komen voornamelijk in de centrale penitentiaire inrichting op Santa Boma en in de penitentiaire inrichting Duisburen. Daar komen wij wekelijks binnen, tot 2 keer in de week, waar we dan met verschillende activiteiten de gedetineerden bezighouden. Op Santa Boma dan zijn we daar bezig op de vrouwenafdeling. Een beetje bevoorrecht, omdat wij op de dinsdagochtenden de counselingsochtend hebben. Daar zijn we dan met de vrouwen bezig 1-op-1 gesprekken te voeren. Omtrent allerlei zaken, onderwerpen die ze willen bespreken met ons. Op de donderdagmiddag dan, is er een gevarieerd programma waar we dan met bijbelstudies bezig zijn bij de vrouwen. En die ook praktische tools geven hoe ze moeten omgaan. Vooral ook in de periode wanneer ze terugkomen in de maatschappij. Dan heb je dan de mannenafdeling, daar komen we dan met verschillende activiteiten ook binnen. En dat doen we in samenwerking met verschillende organisaties. Dan denken we bijvoorbeeld aan een organisatie als Stichting Mamitma, waar we dan komen om een beetje karaktervormingsactiviteiten te doen, visievormingen bij de mannen en ook praktische bijbelstudies die we daar doen. Er worden ook vele middagen georganiseerd, omdat je ook mensen hebt die niet alleen auditief heel sterk zijn, maar ook visueel. Sterk kunnen zijn, waardoor we dan op die manier dan films naar binnen brengen. Wordt een film gedraaid en wordt er dan daarna een bespreking gehouden van wat ze eruit hebben geleerd. Wat heeft het gedaan met de mensen, zodat ze op die manier dan ook hun behoeften kunnen kenbaar maken en we daar ook verder op in kunnen gaan. Ja, en hoe zit het met, heeft het al vruchten afgeworpen? Hoe zit het met het natraject wanneer zo iemand weer terugkomt in de maatschappij? Gaat de begeleiding dan ook verder? Ja, het is helemaal vrijwillig. We willen niemand dwingen om dan zich aan te melden bij ons. We hebben wel een heel goede samenwerking met de afdeling Forensische en Maatschappelijke Zorg. Ja. En als er werkelijk behoefte is dat iemand zich bij ons zou moeten aanmelden voor het natraject, dan worden ze daar ook wel verwezen naar ons. Het is wel heel vrij en aan de persoon zelf gelegen, omdat wij niet willen niet opdringen als ze zeggen van ja, je moet komen, want anders gaat het nou ook goed mis. Daarom dat we heel erg geconcentreerd zijn op het voortraject, waar we dan de mensen leren om zelfverantwoordelijkheid op zich te nemen. Oké, misschien is het goed als we teruggaan in de tijd, toen jullie begonnen. Vanuit welk standpunt, vanuit welk doel hebben jullie toen besloten om dit initiatief te nemen? Oké, ik ben wel niet 20 jaar verbonden aan de organisatie, maar voor wat wij voor zover hebben genomen, is dat er in de tijd een aantal gemeenten en kerken naar de inrichtingen gingen. Men vond dat er dan een organisatie zou moeten komen om dit alles te monitoren. Om na te gaan voor wat er precies wordt gedaan, hoe gaat men te werk en al de zaken die daar eigenlijk daarmee een betrekking hebben.
Het is daar in 1997 begonnen dat men met een comité is gestart. En voor zover ik heb begrepen dat in de 2 jaren men gesprekken heeft gevoerd. Mensen veel bij elkaar gekomen. Waardoor in 1999 de statutaire oprichting zich volledig heeft en is gebeurd. En aan de hand daarvan gaat men ervan uit dat het interkerkelijk is. Ik denk waarschijnlijk in de zin dat alle kerken dan daaronder zouden moeten vallen. We hebben de afgelopen 20 jaar wel heel hard daaraan gewerkt om de gemeentes, de kerken erbij te betrekken. En daar hebben we toch wel wat tegenstand in gevonden, omdat men denkt, dat denken wij trouwens, is dat het werk overgenomen wordt. Maar dat is in geen geval het wat wij willen doen, is dat we er alleen maar even willen nagaan van waar kunnen wij nog meer helpen dan dat zij het werk al doen. Want over de hele wereld is de Prison Fellowship Ministry de enige organisatie waar organisaties en kerken en gemeentes naar de inrichtingen mogen gaan. Maar Suriname is zo apart, omdat men daarvoor al toestemming heeft verleend aan gemeentes en kerken, waardoor dat een beetje moeilijk is geworden bij ons. En aan de hand daarvan dat wij dan gewoon de focus leggen, oké, wat is het belang van het werk dat wij willen doen? En dat is sowieso de ondersteuning blijven geven aan de gemeente, maar ook hoe bereiken we de mensen in detentie? Okay. Om dan ook daaraan te gaan werken. Maar ondanks de tegenstand bestaan jullie straks 20 jaar. Wanneer is dat precies? Dat is op 31 juli 2019. Straks. Ja. En wat gaan jullie in het kader doen? En hoe gaan jullie trouwens daarmee om te proberen om die tegenstand weg te werken? Mm-hmm. Zodat het een geheel wordt. Want uiteindelijk Asana Spa Anuma kan redden. Dat is helemaal zo. En dan met ons thema ook van het jaar is, samen er doorheen, samen zegevieren. Als we kijken naar misdaadbestrijding, willen we niet kijken naar de maatregelen die dan genomen worden vanuit justitie, vanuit het ministerie zelf. Maar kijken wat wij vanuit de christelijke gemeenschap ook bij kunnen dragen. En dat is ook dat we dan de christelijke gemeenschap wakker willen schudden. Op welke manieren kunnen wij onze liefde zichtbaar maken? Het is simpelweg een bezoekje brengen. We weten dat heel veel families door een vervelende situatie heen gaan. Er komt schaamte erbij kijken, er komt schande. En een simpel bezoekje zou al heel veel betekenen voor de mensen in detentie. We weten ook dat trauma een factor is waarbij mensen in dit soort gevallen ook elkaar uitsluiten. Vandaar dat wij de uitdaging zijn aangegaan met ons 20 jaar om de samenleving een beetje bewust te maken dat er een dag komt. Er komt een dag dat ook de gedetineerden terugkomen in de maatschappij. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan pas kijken van hoe gaan we om met de traumatische ervaring die we hebben ervaren? Gaan we dan pas kijken hoe gaan we ze dan te werk stellen? Hoe gaan we kijken hoe ze er opgevangen worden? Die bewustwording willen we dan ontwikkelen dat niet te wachten op de laatste dag, maar dat we al in het middentraject beginnen te werken, waardoor we dan daar een stukje liefde zichtbaar maken. Hoe weet dat vergeven niet makkelijk is, maar het moet ergens beginnen. En daar willen we als organisatie dan ook een achter staan. Die bewustwording in de samenleving te brengen. Er komt een dag. Ja. Wat dan? Maar hoe gaan jullie dat aanpakken? Want we weten best dat Surinamers over het algemeen best conservatief tegenover dit onderwerp staan. Want u had het net erover dat mensen bijvoorbeeld een bezoekje brengen. Mm-hmm. Zijn er veel van dat soort gevallen dat de mensen worden losgelaten en dat er geen familie op bezoek gaat? Ja. In dat kader hebben we in de maand december een project dat we uitvoeren. En dat doen we dan in de 3 grote gevangenissen in Zandeboma, Duisburg en Hazard. Dat doen we dan in samenwerking met de directie van de inrichtingen om na te gaan voor ons welke de minst bedeelde gezinnen zijn die niet op bezoek kunnen komen vanwege hun situatie. Mm-hmm. En we krijgen dan de namen van deze gezinnen. En wij als Prison Fellowship maken dan contact met zo'n gezin.
om namens de gedetineerden een gebaar te geven dat ze de familie niet zijn vergeten. Dus in principe maken wij een levensmiddelenpakket klaar namens de gedetineerden, die dan is geïdentificeerd door de inrichtingen, om dan naar de familie te brengen. En al tijdens het bellen naar de gezinnen hoor je hoe de emoties losbreken, wat het allemaal betekent voor zo'n familie en zo'n gezin. En we hebben het de afgelopen jaren anders gedaan. We hebben het altijd gedaan dat de gezinnen naar de gevangenis komen om die quality time ook een beetje te hebben met de gedetineerden. Maar dat nam een beetje af. Dus we hebben toen ons beleid daarover veranderd. En we zijn dan met onze vrijwilligerskorps, die wij dan nu hebben, dan gaan wij zelf op huisbezoek. Met de gedachte dat een stukje nazorg op gang komt. Want vele gezinnen geven dan toch wel aan dat ze een luisterpaal nodig hebben. En daar geven wij dan ook aandacht aan de gemeentes en de kerken. Help ook met dit stukje. Want als wij 1 of 2 gezinnen kunnen bereiken en dat stukje traumaverwerking kunnen bewerkstelligen, dan hebben we in ieder geval 1 tot 2 gezinnen kunnen helpen om door die cirkel te doorbreken. Dus we willen heel veel doen. We willen ook heel veel bereiken. Maar we proberen te kijken van wat kunnen we met kleine groepen bereiken om dat stukje kwalitatieve zorg te geven. Oké, tot slot, mevrouw Depo. Hoe kan de samenleving inspelen om deze projecten van jullie organisatie tot een succes te maken of hun bijdrage daaraan te leveren? Ja, vooralsnog hebben we de afgelopen jaren voor elk project dat wij dan een maand daarvoor uittrekken tot 2 maanden voor de fundraising. We zijn heel afhankelijk van sponsoren en donateurs. We moeten aangeven dat we heel erg blij zijn met het bedrijfsleven. Die heeft de afgelopen jaren flink ingespeeld, omdat ze ook het belang zien van het werk dat we doen. Daarnaast hebben we in verband met ons 20-jarig bestaan activiteiten, projecten die we ook graag willen doen. En we hebben 5 april, willen we daar dat al beginnen te lanceren met een indoor party. Daar komen we dan met gospelartiesten bij elkaar. Er gaat een stukje fundraising zijn, er gaat snack verkocht worden, er wordt drank verkocht. Er is een giftbox dat ook, waarin je ook een vrijwillige bijdrage in zou kunnen doen. En met deze indoor party willen we dan een begin maken, want elke maand daarna hebben we dan een activiteit waar we dan een beetje een stukje fundraising gaan doen. Oké, maar daar gaan de mensen nog over geïnformeerd worden via de media, neem ik aan, waar de verschillende activiteiten plaatsvinden, hoe laat en... Ja, we hebben een Facebookpagina en daar zijn altijd de recente en de updates te zien en te lezen. Men kan ook contact opnemen met ons. Onze contactgegevens staan ook op de Facebookpagina. En op die manier kunnen ze dan ook hun bijdrage leveren. Goed.